Het betonnen stootblok ligt er voor voetgangers. Als je staat te wachten tot je de andere weghelft kunt oversteken, ben je achter dat blok veilig voor auto's. Je moet een verleden in het circus hebben om er een platform voor een acrobatiek act in te zien. Waarom heeft de jongleur zijn rug naar zijn publiek toe? De auto's waarvan hij het moet hebben staan naast hem te wachten voor het stoplicht. Het zal de vrijgevigheid van de bestuurders niet bevorderen dat ze tegen zijn achterkant aan moeten kijken. Het kan niet anders of behalve die twee hula hoops in de lucht houden, voert hij nog een derde beweging uit. De zijkant van het stootblok is van ruw beton. De bovenkant lijkt gladder, er zit iets gelers op. Verf, tegels. Daarover draait hij in het rond. Met zijn linkervoet zet hij zich af tegen de zijkant. Zijn vrije hand houdt hij open, mocht de overstekende voetgangers er iets in willen stoppen. Hij heeft alles tot in de perfectie berekend. Als hij 180 graden verder is en hij zijn potentiële weldoeners in het gezicht kijkt, heeft hij nog alle tijd om op te staan en zijn hand voor een open autoraam te houden. Wel een oud kloffie dat hij aan heeft. Aan de zijkant van zijn linkerschoen zit een flink gat. Een jaar geleden is al eens een fotograaf langs geweest. Toen had hij dezelfde schoenen aan. Waren ze nog nieuw? Nu is in die ene een gat gekomen. Grote afstanden heeft hij niet met ze gelopen. De zool van de andere voet ziet er niet echt versleten uit. Van waar dan dat gat? Vanwege het ronddraaien natuurlijk. Met je voet steeds weer afzetten tegen het ruwe beton, daar mol je iedere schoen mee. Aan zijn gezicht kun je wel zien dat het jong leren hem niet meer makkelijk afgaat. Toch zielig dat je op die leeftijd nog zo je kostje bij elkaar moet zien te scharrelen. Nee, een reisje met een cruise. Of dat zo'n pretje is.